Ja, dames en heren, u boft, u bent geselecteerd om bij een heel bijzonder moment te zijn. Na een hele hoop gepraat gaan we eindelijk het nummer maken. Vandaag moet het af zijn. En we gaan dus zien wie is er beter, de ene of de nullen. Gaat het überhaupt lukken? Kom, we gaan kijken in de studio, kom. Zijn computers de artiesten van de toekomst? Ik denk dat computers de muzikanten van het nu al zijn. Yes! Nee, computers zijn geen muzikanten van de toekomst. Zou ik niet weten waarom? Omdat het veel te leuk is voor mensen? Ik zie er zeker toekomst in, ja. Kan artificiële intelligentie net zo succesvol liedjes schrijven als Duncan Lawrence deed? In het AI Songfestival strijden internationale teams om met behulp van AI de nieuwe Songfestival-hit te scoren. In deze serie volgen we één van die teams en kom jij erachter hoe de muziek van de toekomst klinkt. Willy werkt vandaag samen met teamleden Janne en Aaron. Janne produceert het nummer en heeft alle door AI gegenereerde melodieën die het team de afgelopen week heeft ontwikkeld samengebracht. Daaruit zijn twee instrumentale versies van een liedje gekomen, beide met een eigen geluid. Het is nu aan Willy om er eentje te kiezen. Programmeer ik die het op die... Elke achtste. Ik vind het wel tof. Het is alleen poppy of zo. Het is niet een soort van... Is het wel? Het is niet pop. Het is niet makkelijk of zo. Het is niet een soort van... Snap je wat ik bedoel? Het is een soort van... I like it wel. Wat heb je nu? Had je die andere... Je had er twee, toch? Ik had er twee. Mag die andere ook horen? Yes. Oké, the second one. Ik ben eigenlijk niet echt iemand die heel erg dingen verwacht. Maar hier ging ik toch wel in met het idee dat de AI eigenlijk gewoon een heel af liedje zouden maken. En dat het voor mij gewoon, dat ik allemaal perfecte loops of zo zou krijgen. Die ik dan onder elkaar kon schuiven en met een effectje eroverheen en dat het dan perfect was. Ik vind dit wel tof. Mm-hmm. Welke vind jij leuker? Ikzelf? Ja. Ik vind de eerste leuker, maar het is aan jou. Maar het was niet zo, man. Het was niet zo. Het bleek toch wel allemaal iets abstracter te zijn dan ik dacht. Alles wat je hier ziet, dat is allemaal van de AI. Ja, ik denk dat je toch echt wel praat over 75%, 80% van dat nummer. Dat is gewoon echt de compositie van die AI geweest. Alleen toch echt de blokjes op de goede plek zetten, dat is wel... Dat doet hij dan weer niet voor ons. Nee. Misschien volgend jaar. Ik dacht dat AI maakt gewoon een liedje voor ons. Ja. Dat dacht ik wel. Ja. Dat dacht ik echt. Ja. Ik dacht dat het heel simpel zou zijn. Makkelijk gedacht. Ja, ik dacht die kan dat gewoon heel... Ja. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat is gewoon een soort van simpel. Ja. Maar niet dus. Ik denk dat machine learning en patronen herkennen... Gaan steeds beter worden met elk jaar. En steeds nuttiger en steeds algemener. Ik denk dat iedereen in huis zal deze soort tools... waar je even kan zeggen, oh ja, niet dit, maar dat. Niet dit, maar dat. Wat eigenlijk een manier is om de training data aan te passen. Maar een volledige, onafhankelijk AI... die 100% van zichzelf leert... Ja, dat is science fiction, dat is geen realiteit. Maybe until there is AGI. Zodra AI volledig autonoom muziek gaat maken... zijn wij er waarschijnlijk niet meer om daarnaar te luisteren. Hiervoor is namelijk AGI nodig. Artificial General Intelligence. Dat is het soort AI waar science fiction zijn inspiratie uithaalt... en waar mensen als Elon Musk 's nachts wakker van liggen. It scares the hell out of me. De reden dat AGI een probleem voor de mensheid zou kunnen betekenen... is dat een computer niet zoiets heeft als common sense. En daarom in onze ogen nogal dwangmatig zou zijn. If you think about something as simple as, okay, I'd like a cup of coffee. If you think of that as the machine's sole purpose in life... then you're really in trouble, right? Because now the machine, of course, knows that it can't get the coffee if it's dead... so it's gonna take... preemptive defensive actions against anyone who might switch it off and kill everybody else in the Starbucks. And plus, if the shop says, yeah, that's, you know, €1,000 for the coffee, the machine will say, fine, you know, here's my master's credit card, you know, because it has the sole mission of getting the coffee. Now, when you ask a person to get coffee, it's not their sole mission in life. And the person understands that you don't want to pay €1,000 for the coffee and that they shouldn't be killing people in Starbucks just to get the coffee. And a whole bunch of other things, right?
Een AGI zou misschien tot de conclusie komen dat het een goed idee is om alle deelnemers van het Songfestival het zwijgen op te leggen, om zo zelf als winnaar uit de bus te komen. En dat is natuurlijk niet wat we bedoelen met de opdracht maak het winnende Songfestivalnummer. Machine-intelligentie is dus fundamenteel anders dan menselijke intelligentie. Daarom is het belangrijk dat de mens altijd controle houdt over de machine en verantwoordelijk blijft voor de keuzes die AI maakt. We moeten AI zien als een nieuw soort gereedschap, waarmee we onszelf opnieuw kunnen uitvinden. En dat geldt zeker ook voor muziek maken. At the end of the day, artificial intelligence is just us. That's kind of the dirty secret of AI, is that you have this vast amount of human intelligence that goes into the training sets. If you hear somebody playing a piano, would you ever say, is the piano the artist? No. So, same thing here. Just because it's a complicated mechanism, it doesn't change the roles. We leven toch in een tijd waarin je vaak het gevoel hebt dat bijna alles al wel een keer gedaan is. En juist die mensen die met AI gaan werken, zijn de mensen die dingen maken die je nog nooit gehoord hebt. Die echt een stap verder zijn, omdat ze juist die patronen doorbreken. En dat is ook precies wat deze artiesten er graag mee willen. Die willen vooruit, die willen de technologie inzetten om iets nieuws te creëren. Ja, uiteindelijk is creativiteit ook de weg ergens naartoe. En kun je dat daar heel goed voor gebruiken, denk ik. Dat is eigenlijk hoe ik altijd werk. Ik wil altijd een stukje hebben van iets wat ik tof vind, wat me iets doet. En daar dan op verder borduren. Ik moet het er gewoon in vinden. Hoe slim AI ook is, uiteindelijk liggen de keuzes bij ons. Een recente studie over AI en creativiteit formuleerde het zo. Het gaat niet om wat je maakt, maar waarom je iets maakt. En zo speurt Willy door de tienduizenden door AI gegenereerde woorden naar die stukjes die passen in het verhaal dat hij wil vertellen met dit songfestivalliedje. De allereerste gegenereerde tekst die we hadden, die was echt lijp. Heb je die nog ergens? Ja. Gekke shit. Robots zijn gek. Life is full of ambition for the rich people only. We want revolution. Kill the government. Kill the system. We moeten dit misschien gewoon gebruiken, man. Het is niet helemaal. Niet kill the government of zo, maar. Wel dingen. Ja, man. Het is wel echt heel lijp dat dit gegenereerd is. Ja, dus ik vind het echt. I lose sleep, I smoke weed. I'm pretty pumped for the weekend. Wat is dit? I don't know why people say what they say. So I don't know why the generator said what it said. But it's angry and it's coming for the government. We want revolution. Oké, okay, mag ik nu even het eerste stuk? Ready? Ja. There will be a day. I look you in your eyes. Coming with the uppers, 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 uppers. Uppers, 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 we're coming with us. We have a shot of Garry Kasparov in the press room. Giving a press conference. And this has to be the lowest moment in Garry Kasparov's chess career. He looks like a guy who's facing his own execution. Toen 24 jaar geleden de unbeaten schaakkampioen Garry Kasparov verslagen werd door AI, betekende dat niet het einde van schaken. Ook voor het maken van muziek betekent AI absoluut niet het einde. Het is gewoon next level. De kunst van Vincent van Gogh is prachtig, is goed geschilderd, maar is natuurlijk ook deels zo interessant door die hele innerlijke strijd die hij voerde. Ik denk niet dat robotmuzikanten of zo dat kunnen overnemen. Juist op het moment dat je zegt van ik gebruik deze tools om bijvoorbeeld mezelf uit te dagen, om te sparren met mezelf, dan is dat natuurlijk juist een heel interessant verhaal. Je zou zeggen, we benutten nu AI om een hitsong te produceren. Maar je kunt ook zeggen, we benutten AI om muziek te begrijpen. It sparks an idea. En dat is denk ik het mooie. En dat is precies ook wat muziek en creativiteit hoort te zijn. Ik ga heel lang op vakantie. Ik kom nooit meer terug. En ik ga dan een softwarepakket verkopen met mijn gezicht erop. En dan zeg ik dan, deze moet je nemen. Het is AI, maar door Willy Wartaal. Jullie willen weten wie het AI Songfestival gewonnen heeft. Wie? Wij? Vanaf 12 mei kun je checken. Weet je waar? Je eigen internet. Jouw internet. Waarschijnlijk hebben we gewonnen. Gefeliciteerd. Je hebt nog tot 10 mei om dit AI-liedje en die van de andere internationale teams te beoordelen.
En kijk op dinsdag 12 mei naar de livestream om erachter te komen welk liedje het AI Songfestival 2020 wint.